Hallo iedereen. Aangezien er nu zeer veel lessen, vergaderingen en zelfs het oudercontact digitaal doorgaan, willen we als school toch nog één zeer belangrijke tip meegeven. Om ervoor te zorgen dat niet je hele woonkamer, je bureau of waar je het digitale gesprek ook aan het voeren bent in beeld komt, kan je er in Google Meet voor zorgen dat je achtergrond wazig is of een nieuwe achtergrond zelfs gaan kiezen. Je gaat dan, vooraleer je in het gesprek zelf zit, hier rechts onderaan klikken op het bolletje Achtergrond wijzigen. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je een heel aantal leuke achtergronden kiezen. Wanneer je daarop hebt geklikt, moet je heel even wachten en dan zal je achtergrond, zoals je woonkamer, gewoon verdwijnen en krijg je een nieuwe achtergrond. Of je kan ook gewoon kiezen voor een wazige achtergrond. Dat zijn de eerste twee knopjes. Dan ga je kunnen kiezen voor een lichte vervaging of voor een zeer sterke vervaging. Dit zijn zaken die zeker en vast toegelaten zijn, zowel tijdens online lessen of tijdens het oudercontact, zodat je privacy toch een klein beetje bewaard blijft tijdens het digitale gesprek. Zeer veel succes aan iedereen.